Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb een Action Shopblog voor je. Ik ben weer even bij de Action geweest en heb weer een aantal spullen gekocht. Het is heel variërend van make-up tot creatieve spullen, maar ook wat paasdingen. Eigenlijk een beetje van alles wat. En in deze video ga ik je laten zien wat ik bij de Action heb gekocht. Dus mocht je benieuwd zijn naar mijn aankoopjes die ik bij de Action heb gedaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. De prijzen zullen zoals altijd in beeld te zien zijn. Als iets in de aanbieding was, staat er een sterretje voor. Dus dan weet je dat het product normaal gesproken ietsjes duurder is. Dus wil ik er altijd wel eventjes bij vermelden. Ik begin gewoon eventjes random graaien. Ik heb allereerst een vaas gekocht. Ik heb deze vaas gekocht. En als er iets is waar ik me wel een beetje over verbaas, is dat je dus bij de Action geen papier meer krijgt om je breekbare spullen mee te vervoeren. Ik vroeg hierom en het antwoord was nee, dat mogen we niet meer geven. Dus ik dacht goed, het is wel goed om te weten. Maar ja, het is nou niet dat als je naar de Action gaat, je denk ik zelf, als je niet weet of je iets gaat kopen wat breekbaar is, dat je zelf papier meeneemt. Maar het is misschien goed om te weten. Maar deze leuke roze vaas, ik heb daar ook iets bij gekocht. Gewoon leuk voor in huis. En ik hou dus heel erg van roze. Dus ik dacht, ik vind deze wel heel erg leuk. Hij heeft het gelukkig overleefd naar huis. Dat is natuurlijk fijn. Dan heb ik dit leuke onderbord gekocht voor de Pasen. Ik dacht leuk voor paaskransjes of wat dan ook. Je had diverse varianten. Ik vind deze wel heel erg leuk, zo met het haasje erop. Ik associeer konijnen dan toch wel een beetje met Pasen. Ik vond deze gewoon super leuk. Het is ook de vorm van een ei als je goed kijkt. In verschillende varianten dus. Dus gewoon leuk om weer wat dingen op te zetten. En naderhand stop ik het in de paasdoos. Dan heb ik ook twee placematjes gekocht. Ook in de vorm van een ei. Ik vond deze wel heel erg leuk. Ik heb er eigenlijk gewoon maar twee gekocht. Want ja, eigenlijk gebruik ik er toch maar één. Want ik krijg eigenlijk nooit eters. Dus ik heb gewoon twee roze gekocht. Ik dacht leuk voor de paas. En ook wel leuk zo met die binnenkantjes zo. Dus gewoon twee leuke placemats. Ook deze waren er in verschillende kleuren, moet ik zeggen. En ook weer de vorm van een ei dus. Dan heb ik deze leuke pen gekocht. Hij kwam uit de Valentijnshoek. Het is gewoon een pen met een hartje. Je had hem in verschillende kleuren. Ik hou wel van dit soort pennen. Ik vind het wel leuk om dit zo te gebruiken. Dat staat ook leuk als je ermee schrijft. Ik vind wel, het is een plakbandje. Ik wil zeggen, het is heel scherp hier aan de onderkant. Het is gewoon zo'n balpen met een dopje eraan. Maar ik vond hem wel heel erg leuk. Volgens mij ook in verschillende kleuren. Maar ik dacht, ik ga wel voor rood. Ik vind rood dan wel een gezellig kleurtje. Dan kwam ik deze doekjes tegen. Dit zijn de facial cleansing sponsjes. Dus lagen nog twee zakjes, maar ze waren allemaal open. Dus alle sponsjes lagen los. Maar dit zijn dus gewoon van die sponsjes die je kunt wassen. En je kunt ze... Staat dat er ook op hoeveel graden je ze kunt wassen? Dat is eigenlijk wel fijn. Je kunt dit gewoon gebruiken met je make-up remover of enkel water. En ze zien er dan zo uit. En aan de achterkant zit dan echt zeg maar dit. Dan kun je dat ook nog zo je vingers erin steken. En dan kun je ze gewoon gebruiken. Deze drie kleurtjes zitten er dan in. Dus ik vond het wel heel erg leuk. Dus ik dacht, dat vind ik wel leuk. Alleen jammer dat alles open lag. Maar ik wist ook, dit wordt niet meer aangevuld. Want dit is toch een beetje voor de Valentijnscollectie. Het lag trouwens wel gewoon bij de gewone make-up doekjes. Dus niet bij de het Valentijnschap. Dan heb ik een screen protector gekocht voor mijn Switch. Volgens Nathalie waren ze niet heel erg goed. Maar in ieder geval mij zit een barst. En ik vond deze eigenlijk wel heel goedkoop. Dus ik dacht, ik ga het gewoon proberen. Het is een harde screen protector, een glazen screen protector. Wat ik gewoon heel erg fijn vind. Het is van het merk Battletron. En ik heb gewoon altijd een screen protector op mijn Switch zitten. Omdat ik gewoon geen krassen op mijn scherm wil. Dus eigenlijk is het gewoon een hele basic screen protector. Ik dacht, voor het prijsje kan ik het proberen. Is het niks, dan kan ik altijd nog online ergens een andere kopen. Maar ik dacht, dan heb ik in ieder geval weer eventjes een nieuwe. Ik wilde het gewoon proberen.
toen heb ik dit leuke diemlaadje meegenomen. Ik vond deze wel leuk. Ik dacht, nou, als ik een keer wel koffiedrinkers krijg, kan ik er altijd leuk wat koekjes op serveren. Zodat je gewoon wat koekjes op tafel zet op zo'n diemlaadje. Met een cappuccino erop, met een hartje erin. Heel erg leuk. Je had diverse varianten. Ik vond deze zelf wel heel erg leuk. Ik vond het wel gewoon heel schattig. Ik dacht, leuk om een koekje op te serveren. Of, nou ja, dat soort dingen. Je kunt er ook bijvoorbeeld je melk of je suikerpotje op zetten. Ik vond het er wel heel schattig uitzien. Dan heb ik een hele leuke Diamond Painting Garland gekocht. Dit is een slinger van Diamond Painting voor de Pasen. Je krijgt hier dus verschillende... even kijken hoor. Vier Diamond Painting plaatjes die je dus in kunt kleuren. En daar kun je dus dan zelf een slinger van maken. Ik vond dit wel echt heel erg leuk. Je krijgt ook koord erbij en ook kralen. Dus je kunt een eigen... garland maken. Wat zit er dus allemaal in? 40 houten kralen zitten erin. 2,5 meter nylonkoord. 4 diamond painting voorbeeldjes. Steentjes. Een tray om de diamond painting steentjes te sorteren. Een pen, een wax... En een Darning Needle Instruction. Dus nou, ik vond dit wel heel erg leuk. Ik dacht, dit is wel leuk om te gaan maken. Ik ben ook wel heel benieuwd hoe het er uiteindelijk uitziet. Ik dacht, dan kan ik leuk met de Pasen dat zo ophangen als ik hem af heb. Dus ja, ik vond hem wel heel schattig. Dus die heb ik meegenomen. Dan heb ik stickers gekocht voor Pasen. Dit zijn raamstickers. En ik vond dit wel leuk, want ik vind het leuk om mijn raam ook te versieren met de Pasen. Ik had eigenlijk geen stickers voor Pasen. En ik dacht, dan heb ik ook gelijk weer wat om een pot mee te versieren. Dus ik heb allereerst deze. Met ja, gewoon eigenlijk hele leuke paas. Spulletjes erop. Veel konijntjes ook, wat heel erg leuk is. Kipjes. Ja, echt een heel vrolijk setje. Dan heb ik ook deze. Het plakt allemaal een beetje vast. Dat is een beetje... Oh, deze is helemaal aan het plakken. Nee, dat maakt niet uit. Deze dan. Er zitten ook glittertjes aan, wat wel gezellig is. Oh, het is plakband. Ik weet al waar dat vandaan komt. Eventjes weghalen. Dat ziet er dan zo uit. Deze heeft ook wel wat konijnen. Maar deze heeft hem ook weer wat eitjes en een schaapje. Superleuk ook. Dan heb ik ook deze hele mooie. Dit zijn net weer ook weer wat meer bloemen. En ik zie wat vogeltjes op de achterkant. Super leuk. En dan heb ik nog deze. En deze vind ik ook wel heel erg mooi. Het zijn voornamelijk dus veel haasjes. Maar hier heb je bijvoorbeeld ook een hele mooie grote mand. Ja, echt een super leuke stickers. Je krijgt dus twee sheets. Dus dat is echt wel heel erg leuk. Dus... ja, leuk dat ze nou ook stickers hebben voor de paas. Ik vind dat zelf wel heel erg leuk. Dan heb ik de wax sealkitjes gekocht. Dit is ook iets nieuws en ik zag dat. Ik dacht, oh, dat lijkt me wel leuk om te maken. Je kunt hier dus letters mee personaliseren en enveloppen. Ja, je kunt het dus gebruiken om te waxen. Misschien is het leuk om hier nog een video van over op te nemen. Als jullie dat leuk vinden, zou ik dat kunnen doen. Ik heb echt nog geen idee hoe dit werkt, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Staat er ook op wat erin zit? Ja. Er zitten 3 waxseals in, 3 waxsticks, een houten handvat en ook instructions. Dus dat is wel heel erg fijn. Dus ik heb deze met de groene bovenkant. Dan heb ik ook deze. Hier zitten dan net weer wat andere wax dingetjes in, zeg maar. Op de achterkant zie je wat erin zit. En die zijn dus weer anders als deze. En ik heb deze met roze. En die hebben dan ook weer wat leuke. Dus ja, hele leuke setjes waar ik zelf wel heel benieuwd naar ben. Dus ik dacht, nou ja, misschien nog een keer leuk om uit te proberen. Dus ja, daar was ik wel... blij mee. Dan heb ik een setje met nagellak gekocht. Dat is deze. Dit is de Coffee Please van Max & More. Je krijgt 2 nagellakjes.
kattensetjes al wel vaker voorbij zien komen. Maar je ziet niet, er is niet altijd evenveel keuze in. Maar deze vond ik wel leuk. Bruin met een glittertje erbij. Of ja, glanzende erbij. Ik dacht wel een keer leuk om te proberen. Ik heb deze setjes nog nooit geprobeerd. Dus ik was wel benieuwd. Dus ik wilde dit gewoon een keertje proberen. Dan heb ik ook nog dit hele leuke schuddenbolletje voor de Pasen gekocht. Die kun je gewoon zo schudden en dan komen er dus hele leuke glittertjes bij. Ook gewoon leuk om neer te zetten met Pasen. Je ziet hier bijvoorbeeld al een mandje met Pasen en er zitten gewoon twee haasjes in. Dus een groot haasje met een klein haasje. Dus ik vond hem wel heel leuk, dus heel schattig. Je had hem in... Ja, verschillende varianten, maar ik ben voor de roze gegaan, omdat ik gewoon heel erg hou van roze natuurlijk. Dan heb ik twee blush sticks gekocht. Je zou er nog een kleur van hebben, die kon ik niet vinden, maar ik heb wel deze twee gevonden. Dit is de 184 Peach. Dit is een stick, die kun je voor zowel je lippen gebruiken, voor je gezicht, maar ook voor je ogen. Dus ik ben daar wel benieuwd naar. Het is weer een heel nieuw iets. En ik zag het al vrij vaak voorbij komen. Dus ik dacht, ik wil dat ook graag proberen. Ik heb ook de roze. Er schijnt dus nog een andere roze van te zijn. En dit is 187 Plum. Die andere die kon ik echt niet vinden. Maar deze wel. Dus ik ben wel benieuwd hoe deze zullen bevallen. Dus ja, die vind ik ook wel heel leuk. Dan kocht ik een Plumping lipolie. Dit is dus een lipolie die je lippen ook wat voller zou laten lijken. En daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Er zit chia butter in en castorolie. En je had hem gewoon in één kleur. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. Ik weet niet of die verder ook echt kleur af gaat geven of dat hij meer transparant is. Maar dat ga ik wel zien. Dus ik ben wel benieuwd. Ik ga ervan uit dat er ook menthol in zit. Maar dat zie ik zo niet terugkomen. Maar we gaan het wel zien als ik hem ga proberen. Dan heb ik ook echt iets super handigs. En dat zijn de Bubble Foamer. En dat zijn deze. Dit is een apparaatje. En hiermee kun je dus je cleanser tot een foamer maken. Het is dus de bedoeling dat je je eigen cleanser opschuimt. Dus het ziet er echt zo uit. Ik weet nog niet precies hoe dit in zijn werk gaat. Je moet hier facial cleanser in doen. En 50 ml water. En doordat je dus aan dit bovenkantje gaat trekken, wordt het dus een soort schuim. Waardoor je eigenlijk een soort... Het lijkt een beetje op een soort van opschuimen van je koffiemelk als ik het zo zie. Je moet hem wassen naar elk gebruik. Je moet hem 30 seconden dan echt eventjes zo heen en weer laten gaan. En dan krijg je dus je eigen foam. Dus ik ben wel heel erg benieuwd naar deze. Ik heb er eventjes twee meegenomen. Want ze gingen eruit. Ze waren heel goedkoop. Ik dacht, als er dan eentje kapot gaat, heb ik er altijd nog eentje reserve. Dus ik heb een gele en een blauwe meegenomen. Omdat ik dus al zag dat er een streep doorheen stond. En dat ze er dus uitgingen. Ze hadden hier bij de Action, maar ik was geen andere kleuren. Ik had eigenlijk gehoopt op een roze, maar ik zag alleen geel en blauw. Ik dacht, het is zo goedkoop. Daar neem ik het wel voor mee. Dan heb ik ook een Facial Oil Remove Roller. Dit is zo'n roller die je kunt gebruiken om als je huid wat vettig is de olie ervan af te halen. Dus dat leek me wel interessant om gewoon eens te proberen. Het zijn altijd gewoon van die handige tools waarvan ik denk, ja, ik zou dat wel willen proberen. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dan heb ik een scrub handschoen gekocht. Er staat eigenlijk op badkloof, maar ik scrub altijd, twee keer per week scrub ik mijn lichaam. En ik dacht, het is wel lekker om dat met zo'n handschoen te doen. Het kan prima ook onder de douche. Het is een bamboe fiber. Ik weet niet of je hem kan wassen, dat staat er eigenlijk niet op. Maar het is gewoon wel lekker als je gaat scrubben om dat met zo'n handschoen te doen. Hij is ook niet heel grof. Ik heb ook wel eens van die handschoentjes gehad, die voelde heel grof aan. En dat was niet zo heel fijn. Maar je steekt gewoon je hand erin en dan kan je lekker zo je lichaam scrubben. Vind ik zelf wel heel erg lekker altijd. Dan heb ik nog twee
Van deze meegenomen. Ik had er vorig jaar al eentje. Het zijn de horen, zien en zwijgen. Alleen die van vorig jaar die heeft dan niet van die leuke bloemetjes op het kopje zitten, zeg maar, op het eierdopje. Maar ik heb dus nu eentje. Dit is denk ik horen. En volgens mij had ik al zwijgen. Nee, die andere zien had ik al. Dus ik heb nu horen meegenomen. En ik heb dan zwijgen. Die andere had ik nog. Alleen ja, die is dus wel iets anders. Omdat die dus geen bloemetjes heeft. Maar dat maakt niet heel veel uit. Ze passen even goed nog wel bij elkaar. Ze hadden die nog wel hoor. Die andere ook. Maar ik dacht ja, daar heb ik al eentje van. Dus ik vind het een beetje zonde om die dan ook mee te nemen. Maar deze twee heb ik in ieder geval wel meegenomen. Dan zijn ze weer compleet. Even voorzichtig neerzetten natuurlijk. Dan heb ik ook een facial brush met een spatula meegenomen. Dit leek me heel erg interessant. Hier kun je ook je neusgebied heel erg makkelijk mee schoonmaken. En je kunt dus ook onzuiverheden goed verwijderen. Ook exfoliation. En je kunt er zelfs ook nog eens een masker mee aanbrengen, omdat die dus meerdere functies heeft. Het is dus eigenlijk een 4-in-1 product. En het leek mij wel heel erg interessant om dat eens te proberen. Ik dacht, nou, het ziet er wel leuk uit. Je had hem in, volgens mij, 2 kleuren en ik heb uiteraard de roze gekozen. Ik dacht, ja, het ziet er wel leuk uit. En ik heb dus ook zo'n Guaja Jade Stone. Het schijnt heel goed te zijn voor je gezicht om dit iedere dag te gebruiken. Dus ik dacht, nou, ik zag hem bij de Action liggen. Ik ben wel eens benieuwd. Ik weet niet of het een echte goede steen is of dat je hem van een ander merk hebt. Maar ik dacht, nou, ik wil het gewoon wel eens proberen. Dus die heb ik ook meegenomen. Dus daar ben ik gewoon wel eens benieuwd naar om te gaan proberen. Het zag er interessant uit en hij was niet super duur. Dus ik dacht, nou, ik probeer het gewoon. Dan hadden ze ook nieuwe peeling maskers, gezichtsmaskers. En daar ben ik altijd wel heel erg benieuwd naar. Deze hebben ook een exfoliating formule. En ik heb ze alle 4 meegenomen, omdat ik ze gewoon alle 4 dan graag wilde proberen. Ik heb hier de Baby Blueberry Sugar Plum. Dat is de paarse variant. Ik dacht, ja, ik hou wel heel erg van stick maskers in stick vorm. Maar deze kun je dus ook echt. Zijn echt van die peeling maskers. En dat zie je niet zo vaak. Dat zie je vooral vaak gewoon in die zakjes. Dan hebben we de Crazy Candy Apple. Het zijn verder gewoon allemaal dezelfde maskers. Alleen met andere geuren. Dus het is gewoon. Je kunt ook gewoon de geur kiezen die je zelf het lekkerste vindt. Dan hebben we Lovely Lemon Merengue. Dat is deze. Ziet er ook wel bijzonder uit. Ik ben wel heel erg benieuwd naar de geuren. En we hebben de OMG Orange Sorbet. En dat is deze. Ze zijn ook compleet vegan. En ja, ik ben wel heel erg benieuwd wat ze gaan doen. Dus dat ga ik wel lekker een keer uitproberen. Dat vind ik wel heel erg interessant. En ik heb deze Fratella lippenbalsem gekocht. Ik ben altijd wel dol op lippenbalsems. En ik vind Fratella altijd wel lekker. Ik zag deze met aardbeien. Dus ik dacht, oh, die wil ik gewoon een keer proberen. De Strawberry Fratella lippenbalsem. Niet heel bijzonder. Maar ik vind het leuk dat Action vaak van die verschillende heeft. Dan heb ik ook. Jawel. De Mo Craft Mousse gekocht. En dit zie je nu steeds vaker voorbij komen. Je kunt hier dus heel veel verschillende kanten mee op. Dus misschien is het leuk om nog een keer uit te proberen in een video. Je kunt hier dus mee decoreren. En ja, daar kun je dus heel veel leuke dingen mee doen. Ik heb dus hier een roze exemplaar. En een paarse. Er schijnt ook nog een zilveren te zijn. Die heb ik nog niet gevonden. Een geel-goudachtige kleur. Zwart. En wit. Dus ik ben wel benieuwd om dit te gaan proberen. Dus mocht je het leuk vinden om hier nog een video van te zien, laat het zeker even weten. Dan kan ik het altijd even doen. Dan ga ik door naar andere spulletjes. Er zijn best wel veel dingen. Ze hadden 3 nieuwe kleurpotloodsetjes. En die heb ik gekocht. Deze, dit zijn weer 18 nieuwe kleuren en deze kun je dus onderscheiden, want er staat dus een
een tekening op van vogeltjes. Ik vind deze potloden echt super fijn. Dus ik zag dat ze wat nieuwe had. Dus ik dacht, ik neem ze mee, omdat ze heel goedkoop zijn. Ook weer nieuwe blauwe kleuren met een dolfijn erop. Ook wel heel erg mooi. Het viel me op dat ze nu maar 3 nieuwe setjes hadden. En niet bijvoorbeeld geen groen dit keer heb ik gezien. Misschien dat die nog komt. En een setje met roze. Ook wel super leuk. Dus daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Dus ook wel echt een heel leuk setje. Dus die ga ik ook weer verwerken in een blad. En die ga ik nog wel eens een keer in de vlog voorbij zien komen. Dan heb ik even ingeslagen, jawel, met afwasmiddel. Ik gebruik alleen nog maar Dreft afwasmiddel, omdat die het fijnste is. En deze was ook nog eens in de aanbieding. Dus toen dacht ik, nou, die ga ik eventjes inslaan. Ik heb hier de granaatappel 2 keer gekocht. Afwasmiddel gaat er bij mij gewoon veel doorheen, omdat ik gewoon moet afwassen. Dus ik heb 2 keer de granaatappel. Maar ik heb ook 2 keer de appel. En die was zo lekker. Ik had die toevallig bij Nathalie geprobeerd de laatste keer. En toen dacht ik, oh, deze is lekker. Maar ik heb hem in de gewone supermarkt eigenlijk nooit gezien. Maar Action heeft hem dus wel. Deze is echt super lekker. Dus ik dacht, nou, ik neem gelijk 4 flesjes mee. Dan heb ik weer eventjes een voorraadje. Want dat gaat bij mij altijd heel hard. Een heel basic item wat ik heb gekocht is een brillenkoker. Ik had een nieuwe brillenkoker nodig. Die van mij, die is echt heel die binnenkant, zeg maar, laat los. Super vervelend. Het is echt een super leuke brillenkoker. Ik heb hem ook al een paar keer geprobeerd vast te lijmen. Die binnenkant ook echt helemaal vastgezet zo met wasknijpers. Maar zodra je hem weer gaat gebruiken, werkt dat niet meer. Dus dit is gewoon een hele basic zwarte. Je had nog wel andere varianten, maar ik dacht, ach, ik neem gewoon een zwarte mee. Het is gewoon alleen dat ik mijn bril 's nachts veilig kan opbergen. Daar is die eigenlijk voor. Dan heb ik ook een nieuwe face and body highlighter. En dat is deze. Dit is een hele grote. Echt super leuk. Je had hem in 1 kleur. En ik had hem al gezien. Ik was heel blij dat ik hem tegenkwam. Want ik was er heel erg benieuwd naar. Ik zie er dan vaak al goede dingen bij voorbij komen. Je kunt hem dus voor je lichaam en je gezicht gebruiken. Meestal gebruik ik dit soort producten alleen voor mijn gezicht. Ja, van de zomer is het leuk om misschien op je lichaam te gebruiken. Maar meestal doe ik het op mijn gezicht. Dat ik dat gewoon het fijnste vind werken. Dan heb ik hier ook nog 2 blush poeders. Die waren ook nieuw. Dat zijn deze 2. In de kleur 167 Peachy Cheeks. Ik vind het wel leuk dat ze nu weer wat meer nieuwe make-up hadden toegevoegd. Soms gaat het heel snel. Soms duurt het wat langer. Dus dat is deze. En ik heb ook de kleur 161 Pink Blossom. En dat is meer een rode kleur. Ja, wel echt super leuk dat er steeds weer wat meer nieuwe make-up komt. De ene keer dan gaat het heel hard met wat er nieuw binnenkomt. En soms duurt het wat langer. Dan heb ik nog weer eventjes een nieuwe fixing spray. Ik vind diegene die ik had echt super fijn. Dus ik dacht, nou, ik neem alvast weer eventjes een nieuwe mee. Want ik weet nooit hoe lang het bij Action blijft. Ik heb wel het idee dat hier een stuk minder in zit dan in die andere. Maar het is verder gewoon een hele fijne fixing spray. En het zit ook niet meer in een doosje. Er zit nu alleen nog maar plastic omheen. Dus een heel basic item. En er waren ook nieuwe gezichtsprimers. En dat zijn deze. Ik heb de Illuminating. Hier zit vitamine C in. Ik ben dol op primers. Ik gebruik het ook echt elke dag. Dus super fijn. Dat is een gele. Oh, ze zijn allemaal. Oh nee, dit is een hydrating primer. Ook altijd wel heel erg fijn. Ben ik ook wel echt dol op. Hier zit hyaluronic acid in. Dat is ook altijd wel fijn. En mattifying. En hierin zit niacinamide. Dus dat is ook altijd wel heel fijn. Je moet wel even goed kijken. Want ze liggen dan in zo'n bak. En sommige zijn al open geweest. Het gaat soms een beetje pikken. Dus mocht je dit willen kopen, zoek altijd even de goede eruit. Want dat kan soms echt heel vies aanvoelen, moet ik zeggen. Dan heb ik dit setje met bloemetjes gekocht. Met nepbloemetjes. En die zijn dus voor in die vaas. Kijk. Zo ziet het er dan uit. Je ziet wel hier natuurlijk dit blijft. Maar ik dacht misschien is het nog leuk om hem op te vullen met decoratiezand. Maar ik kon dat bij de Action niet vinden. Dus mochten jullie een tip hebben waar je decoratiezand kan kopen, hoor ik het graag. Want ik heb het nog niet gevonden. Je maakt ze uiteraard wel los van elkaar. Ze zitten nu nog vast en dan kun je ze heel erg leuk bij elkaar. Gewoon heb je gewoon een leuk nepbosje. Echte bloemen worden hier helemaal kapot gegeten. Dus ik dacht, ik vind dit wel heel gezellig staan.
En ik vond dit gewoon heel erg passend bij mijn huishouden. Want je had ook wel kleuren als oranje. Vind ik gewoon niet zo passend. En deze vind ik gewoon heel erg passend. Dus die vind ik echt super leuk. En is ook heel betaalbaar. Je kunt natuurlijk ook van die lange bloemen kopen. Maar dan moet je zelf die stelen weer van bij gaan knippen. Ja, dat gaat gewoon niet werken, vind ik dan zelf. Ik ga even het tasje hierin zetten. Want ik heb hier ook een aantal dingen die ik even los moet halen. Die ik zelf al eventjes had ingepakt. Omdat het dus inderdaad zonder papier is. Ik heb dit hele leuke paas eierpotje gekocht. Dus het is heel erg leuk om hier zelf decoratie in te doen. Ik zie heel veel mensen die hier al mee voorbij komen die hier iets heel leuks van maken. Ik had echt letterlijk de laatste roze. En ik vond dan roze toch wel leuk. Maar je had diverse kleuren. Maar ik dacht, ja, ik ga lekker voor deze. Deze vind ik echt super leuk. En ik ga nog even wat dingen bedenken hoe ik hem ga decoreren. Dus dat is wel super leuk. Ik pak hem gelijk weer eventjes terug in. Want ik heb het nog niet nodig natuurlijk. Want het is nog geen Pasen. Maar het is wel eventjes fijn om het veilig ingepakt te hebben. Dan heb ik nog 3 kaarsjes meegenomen. Oh, het is goed strak ingepakt. Dat zijn deze. Dat zijn deze kaarsen. Ze ruiken echt super lekker. Dit is de Liché in the Rose Garden. Dit zijn van die nieuwe kaarsen. Dit is het lontje. Dus het is ook wel heel bijzonder. Die steek je aan en dat ruikt dan super lekker. Dus daar ben ik wel benieuwd naar. Dus die ga ik gewoon leuk neerzetten en dan een keer branden. Maar ik doe dat altijd wel natuurlijk als ik er zelf goed zicht op heb. Omdat ik katten heb. En even kijken. Dan heb ik ook nog deze. Dit is de Forest Lake and Pepper. Dat is de groene. Ruikt ook heel lekker. Niet echt peperachtig. Ruikt echt heel erg goed. Al geleden dat ik ook een beetje kaarsjes voor mezelf heb gekocht, moet ik zeggen. En dan heb ik de Wild Fig and Cheddarwood. En dat is deze. Ruikt ook zo lekker. Jammer dat we soms nog geen geurcamera hebben. Maar die is ook echt super lekker. Je hebt ze ook in grootte. Als je liever een grote kaars hebt, kan dat ook prima. Maar ik heb gewoon die kleintjes gekocht. En dan ben ik toe aan het allerlaatste product. En dat is deze. Het nieuwe paletten van Max & More. Het Sparkle paletten. Weer een nieuw oogschaduwpaletten. Er komen er momenteel echt heel veel uit. Maar deze was dus weer nieuw uitgekomen. Hij is wel wat anders opgebouwd. Want je ziet niet meer de afbeeldingen op de achterkant. En wat me ook gelijk opviel is dat er geen spiegel meer in de binnenkant zit. Dus de binnenkant ziet er nog steeds heel mooi uit. Je krijgt nog steeds evenveel kleuren, maar er zit geen spiegel meer in. Maar hier ben ik ook echt super benieuwd naar. En ik was zo blij dat ik hem tegenkwam. Leuke sterretjes er ook in. Want ik weet gewoon dat het soms heel lang kan duren voordat je ze vindt. En soms zijn ze ook in no time weer eruit. Dus dat is het nieuwste paletten. Heel veel actions hebben hem nog niet. Ik heb echt geluk gehad dat ik hem tegenkwam. Ik ben er heel erg blij mee in ieder geval. Dan waren dit al mijn aankoopjes die ik bij de action heb gedaan. Het was misschien wel wat meer, maar ja, ik vind het ook wel leuke dingetjes geworden. Dus ik ga het eventjes veilig allemaal opbergen. Zodat ik, vooral de paaspulletjes, ja, die heb je nog niet nodig. Maar die kunnen dan met de paas gezellig tevoorschijn komen. Dan kan ik ze leuk gaan neerzetten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij het leukste item vindt wat ik heb gekocht. Ik was op zoek naar nog wat dingetjes op het creatieve gebied. Die heb ik helaas niet kunnen vinden. Dus dat was wel jammer. Maar de dingen die ik wel heb gekocht ben ik in ieder geval super blij mee. Ik ben wel benieuwd of jij laatst nog een leuke aankoop hebt gedaan bij de Action. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door op het rondje bij mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, daar staat een rode button. Daarnaast staat een belletje, als je die aanklikt krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!